Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben zo. Ja, volgens mij wel. Nou, fijn dat jullie er weer zijn op deze vrij koude maandagmorgen. Ik heb het halve bord al volgeschreven en ik ben nog niet eens begonnen, maar dat is even wat herhaling van vorige keer. Vorige keer heb ik laten zien. En vorige keer hebben we het gehad over systemen van twee differentiaalvergelijkingen. Dus als je twee variabelen hebt, een x en een y, dan wordt de verandering van x is afhankelijk van x zelf en van y op een of andere manier. En de verandering van de andere variabele y is ook afhankelijk van x en van y. Dus dat soort systemen hebben we twee voorbeelden van gezien vorige keer. Nou, dit was het ene voorbeeld. Dit is een lineair systeem. Dus de verandering in x is een lineaire functie van x en van y. En de verandering van y is een lineaire functie ook van x en van y. En zo'n lineair systeem kun je ook schrijven in matrixvorm. En daar kunnen we een algemene oplossing voor opstellen. En dat was zoiets. Het verloop van x over de tijd is een exponentiële functie van... is een exponentiële functie en nog een exponentiële functie. Dus eigenlijk twee exponentiële functies bij elkaar opgeteld. En die exponenten hier, die hangen op een of andere manier af van die waardes van a, b, c en d. Dus van die waardes die hier staan. Nou, de manier waarop ze ervan afhangen is dat het de eigen waardes zijn van deze matrix. En op die manier, als die eigen waardes negatief zijn, dan zullen, als t groot wordt, dan zullen deze exponenten naar 0 gaan. Hè? Want dan worden ze heel groot negatief. En dan gaat ons hele systeem, gaan beide onze variabelen naar 0. En dan hadden we gezien, dan hebben we een stabiel evenwicht bij 0,0. Nou, dit soort oplossingen die, kun je alleen opstellen voor makkelijke systemen. Dus voor dit soort lineaire systemen. Ik heb ook verteld dat de meeste interessante biologische dingen zijn niet lineair. Dus ik heb een voorbeeld laten zien van een Predator Pro systeem, deze. Het is een niet lineair systeem, want als je deze n, als je dit uitvermenigvuldigt, dan krijg je hier een n kwadraat. En bij dat soort systemen kun je dus niet een oplossing opstellen, maar moet je dus weer een kwalitatieve analyse doen. Nou, dat hebben we gedaan met een faseportret. Dus je tekent een plaatje, dat noemen we een faseruimte. Dat betekent dat je de ene variabele, hier de x, uitzet tegen de andere variabele. En het voordeel van die manier van de ene tegen de andere uitzetten is dat je dus voor iedere begincombinatie van x en van y, dus van de twee variabelen, kun je zien waar je uiteindelijk heen gaat. Dus naar welk evenwicht je gaat, of niet naar een evenwicht. Nou, daar hebben we nulclines in getekend. Nou, nulclines, dat zijn de verzamelingen van punten waarvoor geldt, voor de x-nulcline bijvoorbeeld, geldt dat de variabele x niet verandert op zo'n nulcline. Dus dx dt is 0 en je tekent eigenlijk gewoon dit. Dus in ons geval, bij dit systeem, hebben we y naar één kant gehaald. Dus hebben we y op de y-as gezet. En x op de x-as. Dan krijg je dit. En wat je dan voor lijn krijgt, y is 2x. Dat kun je gewoon tekenen. Dat is deze lijn. Dat is een lijn die door de oorsprong gaat met de richtingscoëfficiënt van 2. En voor de ander krijg je y is een half x. Dat is deze lijn. Dus dat zijn je nulclines. En op het punt waar de twee nulclines elkaar snijden is dus dit 0 en dit 0 en dan heb je een evenwicht. Dus allebei de variabelen veranderen niet en je hebt een evenwicht. Nou, dat is in dit geval het punt 0,0. Dat hadden we ook al kunnen zien in onze eigen waardes. En vervolgens kun je nog een vectorveld tekenen. Dat betekent dat je dus in een van de gebieden de richtingen probeert te bepalen. Nou, hoe bepaal je die richtingen? Je kijkt eigenlijk wat dxdt doet voor bijvoorbeeld hele grote x-waardes. En dan zie je, als je hier een hele grote x-waarde invult,
dan wordt dit natuurlijk heel erg negatief. Dus als je heel erg die kant op gaat, dan wordt de verandering in x wordt negatief. Dus je trekt het pijltje naar links voor grote x. Als je hele grote y-waardes invult, kun je hier zien, dan wordt de verandering in y ook negatief. Dus als je heel erg omhoog gaat, dan wordt deze verandering negatief. En dan wordt y vanzelf weer kleiner. Dus je trekt hier een pijltje naar beneden en iedere keer als je zo'n nullpunt oversteekt, dan klap je de bijbehorende pijl om. Krijg je zo'n plaatje en hieruit kun je dus zien, als je in dit stuk begint, dan ga je dus daarheen, ga je door deze nulkline heen en vervolgens kom je in dit kwadrant, ga je hierheen en dus ga je naar je evenwicht toe. Je krijgt dit soort... Oh, teken ik niet goed. Dus je gaat altijd verticaal door deze nulkline heen, je krijgt zoiets. Over de tijd krijg je zo'n soort verloop. Nou, zo'n verloop dat noemen we dan een trajectory. Ik kan het nog steeds niet goed uitspreken. Trajectorie. Nou, dit kunnen we doen voor een lineair systeem. Dat kunnen we ook doen voor een niet-lineair systeem, zoals bij deze. Dus je lost deze op voor nul. Dus we hebben zo'n recept opgesteld eigenlijk. Hè? Het plan voor kwalitatieve analyse. Dus je tekent eerst de nulclines. Ja. Dus je lost deze op. Dan komen deze twee nulclines uit. Die. En die. En je lost deze op. En dan komen deze nulclines. En die uit. En op alle snijpunten van twee verschillende nulclines. Niet van twee dezelfde nulclines. Dus dit is een snijpunt van twee verschillende nulclines. Dit is een snijpunt van twee verschillende nulclines. En dit ook, maar dit bijvoorbeeld niet. Dus hier zit geen evenwicht. Op alle snijpunten van verschillende nulclines heb je evenwichten. Nou, vervolgens ga je weer proberen die richtingen te vinden. Dus hier kun je dan weer zeggen, als je n heel erg groot maakt, dan zal die n kwadraat zal positief zijn. Hè? Nee, wacht even. Negatief zijn. Die n keer die n wordt min en n kwadraat. Dus als je heel ver die kant op gaat, dan ga je weer terug. Dus dat is deze pijl. En als je de andere variabelen, de p, heel erg groot maakt. En ja, gaat heel ver omhoog. En n is niet heel erg klein. Dus je zit hier ergens. Dan zal dit positief zijn. Dus deze pijl gaat omhoog en vervolgens klap je ze allemaal weer om als je een nulpunt tegenkomt. En dan krijg je iets wat in dit geval zo gaat. Als je ergens bevindt hier, ga je zo. Vervolgens ga je naar beneden en naar links. Hier ga je weer omhoog. Enzovoort. Dus waarschijnlijk krijg je iets dat er misschien wel stabiel uitziet. Maar hoe het precies loopt, weten we eigenlijk nog niet. Of je nou uiteindelijk hier terecht komt, is een beetje moeilijk te zeggen. Oké, nou, dat is tot waar we vorige keer gekomen waren. Vandaag gaan we het hebben over wat voor soort evenwicht je nou eigenlijk allemaal hebt. In een tweedimensionaal systeem. Als je maar één variabele hebt, x, dan was het niet zo moeilijk, hè? Dus x kan groot zijn, of x kan klein zijn. En als je een bepaald evenwicht hebt hier, dan is x hier de verandering van x 0. En dan kan het zo zijn dat als je x groot maakt, dan de verandering in x negatief is, wordt. En als je hier begint, dat die dan positief wordt. Nou, in dit geval heb je een stabiel evenwicht. Het kan ook zo zijn dat als je hier naartoe gaat, dat die dan nog positiever wordt. En als je hier gaat, dat die kleiner wordt. Dus dan heb je instabiel evenwicht. En we hadden ook nog één bijzonder gevalletje. Bijvoorbeeld deze.
Dit is ook een instabiel evenwicht. Dus vanaf deze kant ga je er wel heen. Maar als je er aan die kant uit gaat, dan ga je weg. Dus eigenlijk heb je maar twee soorten evenwichten, namelijk stabiel en een aantal varianten instabiel. Nou, in twee dimensies heb je twee variabelen. Dan wordt het ietsje ingewikkelder, want dan heb je dus niet alleen te maken met deze variabelen, maar ook met een tweede variabele, die ook groter of kleiner kan zijn. Even i. En dan heb je bij je evenwichtspunt, heb je dus, nou, je kunt een evenwicht hebben wat, waarbij i 0 is en x iets, maar je kunt ook een evenwicht hebben wat bijvoorbeeld hier ligt. Dus bij een bepaalde waarde van x en van i is de verandering in beide variabelen is 0. En dan kan het zijn dat je vanaf deze kant erheen gaat. En dan kan het ook zijn dat je vanaf deze kant erheen gaat. En dan heb je duidelijk een stabiel evenwicht. En als je natuurlijk, even deze pijltjes weghalen, zo. Het kan ook zijn dat je in deze richting er vandaan gaat, in deze richting ook. Dan heb je duidelijk een instabiel evenwicht. Maar dit kan ook voorkomen. Dus je gaat in deze richting, in de x-richting, ga je naar je evenwicht toe. En in de y-richting ga je er vandaan. Dat is een instabiel evenwicht. Nou, in totaal gaan we vandaag zien, hebben we 6 verschillende evenwichtstypes in twee dimensies. En 2 daarvan zijn maar stabiel. Dus 4 zijn instabiel. Nou, het soort evenwicht dat je hebt, nou, bij een lineair systeem als dit, kun je aan de hand van de algemene oplossing, kun je zo schrijven. Kun je aan de hand van de eigenwaarden kun je al zien of het stabiel of instabiel is. Dus als deze eigenwaarden allebei negatief zijn, dan gaan in principe allebei die termen uiteindelijk naar nul toe. Dan heb je dus een stabiel systeem. Als ze allebei positief zijn, dan gaan ze allebei naar oneindig, hè? Dus dan heb je een instabiel systeem. En als de een positief en de ander negatief is, nou, dan gaat er eentje naar oneindig en eentje naar nul. Dan weten we niet zo goed, maar waarschijnlijk is dat zo'n soort situatie. En je kunt het ook zien aan het vectorveld. Maar niet altijd. Dus hier kunnen we niet goed zien of het stabiel of instabiel is. Het lijkt erop dat het stabiel zou kunnen zijn, maar we weten het niet zeker aan de hand van de vectoren. Nou, daar zal ik straks nog wat voorbeelden van laten zien. Nou, dit is het systeem wat we vorige keer hebben bekeken, het lineaire systeem. Vandaag gaan we het alleen hebben over lineaire systemen. En ik ga een aantal varianten van deze laten zien en laten zien wat dat voor evenwichten oplevert. Dus dit is dit systeem, hè? Nou, daar kun je er heel klinisch van tekenen, dat heb ik net al laten zien. En je kunt de eigenwaardes bepalen. Nou, dan krijg je min 1 en min 3, dat hadden we vorige keer al gezien. En je kunt de eigen vectoren ook bepalen. Dus die eigen vectoren hier, dat zijn dezelfde als die ik hier heb opgeschreven. Want je kunt een eigen vector altijd vermenigvuldigen met een willekeurige constante. Dus als je deze vermenigvuldigt met min 1, dan krijg je die eigen vector. Hier kun je dus al zien dat alle richtingen wijzen, alle vectoren wijzen naar het evenwicht. Dus we hebben te maken met een stabiel evenwicht. Dat kunnen we ook al zien aan de eigenwaardes. Dus de eigenwaardes zijn allebei negatief. Je hebt een stabiel evenwicht, dit noemen we een stable node. Vanaf alle richtingen een stabiel punt. Vanaf alle richtingen ga je erheen.
En het vectorveld, daar kun je ook al zien dat vanuit alle richtingen wijst dat richting het evenwicht. Als je goed oplet, dan zie je dat deze twee pijltjes verkeerd zijn getekend. Die horen aan de andere kant van die lijn te staan. Foutje van de computer. Nou, één ding wat ik ook al had verteld vorige keer, is nog, heeft te maken met die eigenvectoren. Dus die 1 bij 1, dat is deze lijn. En je ziet dat alle trajectories, die gaan via die lijn eigenlijk naar het evenwicht toe. Behalve als ze op die andere lijn liggen. En dat is deze. Nou, dat noemen we een manifold. Die twee lijnen die bepaald worden eigenlijk door de eigenvectoren, dat noemen we manifolds. Het zijn allebei stabiele manifolds. Dus het zijn eigenlijk een soort van routes via waar je naar het evenwicht gaat. En dat komt doordat uiteindelijk, als je een aantal keer vermenigvuldigt met de matrix min 2, 1, 1, min 2, dan wordt uiteindelijk je x en je y geroteerd in de richting van de eigenvector die hoort bij de grootste eigenwaarde. Dus dat zie je hier gebeuren. Uiteindelijk word je geroteerd in de richting x, y. Richting 1, 1 bedoel ik. Oké, nou. Wat gebeurt er nou? Even kijken hoor. Ja. Wat gebeurt er nou als we van deze plus die hier een minnetje maken? En van deze ook. Nou, dan wordt deze plus wordt een min. Deze plus wordt een min. Dan zal dit dus een min worden. En dit een plus. En dit is ook weer een min. Zo. Dus je nulclides, die krijgen in plaats van een positieve richtingscoëfficiënt een negatieve richtingscoëfficiënt dan. Dus je krijgt dit. In principe, aan je vectorveld verandert niet zoveel. Want als je x hier heel groot maakt, dan wordt x nog steeds, dan wordt de verandering in x, ja? Even kijken hoor. Ja. Hier. Ja, je hebt gelijk. Dus dit wordt inderdaad plus. Dus dit wordt dan plus ook. Wacht even hoor. Dit moet. Dan ben ik zelf even de draad kwijt. Dit is een plus x. Dit is een min 2 is goed. Het antwoord klopt. Oh, oké, okay. Sorry. Minnetjes en plusjes blijft altijd verwarrend. Ik hoop dat die zo klopt. Oh ja. Als je nou dus x heel groot maakt, dan wordt de verandering in x nog steeds negatief, hè? Dus dx dt wordt nog steeds negatief voor grote waardes van x. En de i dt wordt ook nog steeds negatief voor grote waardes van i. Dus eigenlijk verandert er niks aan het vectorveld. Dus deze is nog steeds allebei negatief. Dus je kunt al zien dat als je x heel groot maakt, dan zal de verandering in x negatief zijn. Dus x wordt vanzelf weer kleiner dan. En als je i heel groot maakt, wordt de verandering in i wordt ook negatief, dus i wordt vanzelf weer kleiner, dus dat is stabiel. Nou, als we de eigenwaardes gaan berekenen hiervoor, dan komen we eigenlijk dezelfde eigenwaardes uit. Min 1 en min 3. Zijn dus weer allebei negatief. En de eigenvectoren die zijn ook hetzelfde, maar dan omgewisseld.
Dus bij de eigenwaarde min 1, dat is de grootste eigenwaarde, hoort nu de andere eigenfactor. Dus wat verwachten we dan? Nou, dit. Dus eigenlijk krijgen we bijna hetzelfde plaatje. We gaan nog steeds naar het evenwicht toe. Maar dit keer via een andere richting. Want de eigen vector die hoort bij de grootste eigenwaarde is nu deze geworden. Nou, dit is dus ook een stable node. Twee negatieve eigenwaardes. En alle pijltjes hier wijzen naar het evenwicht. Nou, wat gebeurt er als we van alle minnen hier plusjes maken? Dit worden allemaal plussen. Dit worden plussen. Dit wordt een plus. En dit wordt dan... Nu ga ik natuurlijk weer een rommeltje ervan maken. Dus je vermenigvuldigt in feite alles wat we net hadden met min 1. Dus alle minnetjes worden plussen en alle plussen worden minnetjes uiteindelijk. Dus hier verandert eigenlijk niks aan. En dit wordt een min en dit wordt een plus. Zo. Je nulcleaners veranderen niet, die blijven hetzelfde. Maar je kunt al wel verzinnen dat als je nu x heel groot maakt, dan wordt de verandering in x positief. Dus de x-detail wordt dan positief. Dus als x heel groot is, dan wordt x nog groter. En voor y geldt dat ook. Als je y heel groot maakt, dan wordt de verandering in y positief. Dus als je y heel groot maakt, dan wordt y nog groter. Dus dit ding zal wel instabiel zijn. Nou, wat je krijgt is dit. Dus je houdt dezelfde nulcleaners, hè, als dat we net hadden. De eigenwaarden, als je die berekent, worden 1 en 3, dus die zijn positief. En de eigenfactoren zijn eigenlijk hetzelfde gebleven. Maar nu wijzen, als je het vectorveld tekent, wijzen alle pijlen naar buiten toe. Dus weg van het evenwicht. En je hebt een instabiel punt. Dus twee positieve eigenwaardes betekent een unstable node, een instabiel punt. En aan het factor field kun je zien, alle pijlen wijzen weg van het evenwicht. Nou, hier kun je weer zien dat eigenlijk alle trajectories worden uiteindelijk geroteerd in de richting van in deze richting, hè? De richting van de grootste eigenvector. Dus je ziet dat alles parallel gaat lopen hieraan. En ze gaan allemaal naar oneindig of min oneindig. En als je op deze eigenvector zit, dan volg je die. Even kijken hoor, wat heb ik nou? Oh ja, als we die stabiele weer nemen. Dus we nemen deze weer. We maken er weer minnetjes van. Dus dit was stabiel, hè? En vervolgens wisselen we de twee vergelijkingen om. Dus hier maken we van min 2x min y. En dit wordt zo. Dus het enige, ja? Ja. Dus deze en dit, dat zijn manifolds. In dit geval zijn het unstable manifolds. Omdat je... Ze gaan wijzen, ja, als je erop... Ja, ze wijzen allemaal weg van het evenwicht. Dus als je erop zit, dan ga je niet naar het evenwicht toe, maar ga je er vandaan. Op zich is die term manifold niet zo belangrijk hoor, dat hoeven jullie niet te weten, maar ik vertel het erbij, want het wel, je kunt het heel goed zien in die plaatjes. En mocht je je afvragen waarom ze allemaal diezelfde richting volgen, dan weet je dat dus nu. Oké.
Nou, als we de twee vergelijkingen omwisselen, dan krijgen we dus eigenlijk hetzelfde als bij ons stabiele punt. Alleen de twee nulklinen zijn omgewisseld. Dus de x-nulkline is de y-nulkline geworden en andersom. Dus dit is niet langer de x-nulkline, maar dit is nu de y-nulkline. En dit is de x-nulkline. Nou, wat gebeurt er dan? Je kunt het hier al zien. Als je x heel groot maakt, dan wordt dit negatief. En als je y heel groot maakt, dan wordt dy dt ook negatief of niet. Want er staat ook nog die min 2x en die min 2y hier. Dus hier kunnen we het niet zo goed meer aan zien of dit stabiel is of niet. Als we het vectorveld tekenen, dan zie je dus, als je inderdaad x en y heel groot maakt, dan wordt het negatief allebei. Maar als je dan het vectorveld tekent, dan zie je hier en hier iets raars gebeuren. Dus deze en deze vectoren die zijn nog steeds hetzelfde als bij het stabiele evenwicht. Maar omdat de twee nulklines verwisseld zijn, heb je daartussenin ineens andere richtingen. Dus deze wijzen ineens weg van het evenwicht. Nou, wat je krijgt is dit. Als je de eigenwaardes gaat berekenen, dan kom je uit op 1 en min 3. Dus het zijn dezelfde eigenwaardes, maar alleen de 1 is negatief geworden en de andere is positief gebleven. En de eigenvectoren zijn weer hetzelfde. Dus wat je krijgt is, je gaat in één richting ga je naar het evenwicht toe, in deze richting. En in de andere richting, in die richting, ga je van het evenwicht weg. Dus het is een instabiel ding die aan de ene kant de trajectories aantrekt, aan deze kant, en aan de andere kant ze wegduwt. Nou, dat noemen we een saddle point, of een saddle, ja. En wat je hier verder nog ziet is dat als je dus op deze lijn zit, dan ga je wel naar het evenwicht toe. En dit noemen ze dus, dit is een stable manifold. En als je alle andere richtingen, ga je er vandaan, zie je? Dus je kunt aan de eigenwaardes kun je het al zien. Als de een negatief is en de ander positief, dan heb je dus zo'n saddle point, dus een instabiel evenwicht. En als één richting er naartoe wijst en de andere er vandaan, kun je het aan het vectorveld ook al zien. Nou, even kijken hoe laat. Oké. Okay. Nu kunnen we deze min veranderen in een plusje. Nou, wat krijgen we dan? Oeh, pardon. Dus die vorige nulklines, die waren min een half en min 2. En nu wordt het een half en min 2, want we hebben één plusje veranderd in een minnetje veranderd in een plusje. Dus dat betekent dat 1 van je 2 nulklines heeft een positieve helling in plaats van een negatieve helling. Nou, wat gebeurt er dan? Als je nu de eigenwaardes gaat berekenen, dus je vult de matrix, dus A is min 1, D is min 1, en C en B zijn allebei min, of het een is min 2, de andere is plus 2. Nou, je vult dat in, hier, krijg je dit. En als je dat een beetje herschrijft, dan krijg je dus deze. Lambda kwadraat plus 2 lambda plus 5 is 0. En dat vul je in de ABC-formule. Nou, tot zover gaat het goed. ABC-formule is een beetje verwarrend hier, omdat je matrix die je hiervan maakt, heeft ook al dingen die heten A, B, C en D. Dus
Het is een klein beetje verwarrend. Nou, en dan? Dan ga je dit uitwerken. Dan krijg je hier min 2 en dan krijg je dit wordt 4 en dit wordt 4 keer 5 is dus 20. Dan krijg je hier 4 min 20 en dan krijg je dus wortel van min 16. Nou, dat is een beetje vervelend. Negatieve wortels, hebben de meeste van jullie op de middelbare school geleerd, bestaan niet. Maar in hoofdstuk 3 hebben we dit geïntroduceerd. We hebben gezegd, we kunnen zeggen, we noemen iets, we introduceren iets dat heet i. En we zeggen i kwadraat is min 1. Dus dat betekent in feite dat i is de wortel uit min 1. Oh. Nou, dat is niet een reëel getal. Maar we kunnen er wel mee rekenen. Dus dit, deze wortel, min 16, kun je opsplitsen in wortel 16 keer wortel min 1, hè? Nou, wortel min 1 is i. Dus dit kunnen we schrijven, en wortel 16 is natuurlijk 4. Dus dit kunnen we schrijven als min 2 plus of min 4i. Nou, dan delen we dit en dit door 2. Dan krijg je dus min 1 plus of min 2i. Dus we krijgen een complexe oplossing van onze eigenwaardes. De ene eigenwaarde is min 1 plus 2i en de andere is de min 1 min 2i. Oké, negatieve eigenwaardes. Ik bedoel complexe eigenwaardes met negatieve wortels erin. Nou, de eigen vectoren. Wat gebeurt daarmee? Dus de eigen vectoren kun je op deze manier uitrekenen. Hè? Dus dit wordt min b, min 2 dus. En de a, dat wordt min 1, min je eigenwaardes. Dus je krijgt dit. Oké. Hoe gaan we dit nou weer vereenvoudigen? Nou, daarvoor moet je eerst iets weten over rekenen met complexe getallen. Nou, complexe getallen, ik heb ze al geïntroduceerd in het eerste college. Een complex getal kun je schrijven, kun je opsplitsen in een reëel deel en een imaginair deel. Dus dat reële deel is die alfa hier. En het imaginaire deel is beta maal i. Nou, één manier om die dingen weer te geven, complexe getallen, je kunt ze natuurlijk niet in een normale grafiek tekenen, is op wat we noemen het complexe vlak. Het complexe vlak is eigenlijk een grafiek. Je zet het reële gedeelte tegen het imaginaire gedeelte uit. En je krijgt dus eigenlijk een soort vector met een reëel stuk en een imaginair stuk. En dat, die vector is een weergave van je complexe getal. Dus het ziet er een beetje uit als een tweedimensionale vector waarbij het reële stuk de x en het imaginaire stuk de y richting is. Nou, die dingen hebben net als een vector, kun je een absolute waarde berekenen voor een complex getal. En dat is eigenlijk de lengte van deze vector. Dus dat is het reële stuk in het kwadraat, plus het imaginaire stuk in het kwadraat, en daar dan de wortel van. Dus dat geeft eigenlijk de absolute grootte aan van het complexe getal. Nou, rekenen met complexe getallen is op zich, lijkt erg op rekenen met vectoren. Het lijkt ook, het is eigenlijk gewoon hetzelfde. De i behandel je gewoon als een, alsof het een x of een y of iets anders is. Dus als je twee complexe getallen hebt, z1 is hier 3 plus 10i en z2 is min 5 plus 4i, kun je die gewoon optellen. Nou, wat doe je dan? Alsof hier een x staat, je kunt gewoon die haakjes weglaten, dan krijg je dus dit. En alle reële stukken bij elkaar optellen. En alle stukjes met een i'tje erin bij elkaar optellen. Dus je krijgt gewoon 3 min 5 is min 2.
En 10 plus 4 is 14, dus je krijgt min 2 plus 14i. Nou, dit werkt hetzelfde als bij een vector, hè? Als je dit weergeeft als een vector 3 bij 10, en dit als een vector min 5 bij 4, dan kun je gewoon deze dingen en deze dingen bij elkaar optellen. Het reële deel en het imaginaire deel krijg je min 2 bij 14. Nou, tot zover. Niet zo moeilijk. Nou, je kunt ze vermenigvuldigen met een reëel getal. Dat werkt ook hetzelfde als bij vectoren. Of alsof hier een x'je zou staan. Dus je hebt 3 plus 10i, hetzelfde als hier. Je vermenigvuldigt dat met 10. Nou, dan vermenigvuldigt hij gewoon dit met 10 en dit ook met 10. En dan krijg je dus 30 plus 100i. Dat is weer hetzelfde als met vectoren. Als je een vector vermenigvuldigt met een scalar, dan vermenigvuldig je allebei die elementen. Dus dan krijg je 30 bij 100. Oké, tot zover weinig nieuws. Vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen van twee complexe getallen is iets anders dan met vectoren. Met vectoren hadden we een beetje vreemde vermenigvuldiging, hè, waarbij we er een scalar uit kregen. Dus je stopt er twee dingen in en je krijgt er één uit. Nou, in dit geval, je vermenigvuldigt een complex getal. Het is weer dezelfde twee complexe getallen als net met elkaar. Dan behandel je het weer alsof die i een gewone variabele is. Dus alsof het een x of een y of wat dan ook is. Dus je krijgt dit. En het is simpelweg dit keer dit. En dit keer dit. Plus dit keer dit. En dit keer dit. Plus dat keer dat. Dus je krijgt dit. Je doet die 3 keer die min 5. Die 3 keer die 4i. Die 10i keer min 5. Hier. En 10i maal 4i. Nou, op zich weinig bijzonders. Dan krijg je dit. Als je die i'tjes bij elkaar optelt. Of als je het uitvermenigvuldigt, kun je die i'tjes bij elkaar optellen. Dan krijg je dat. En dan krijg je hier 40i kwadraat. Nou, het gekke, wat je dan kunt doen, onze definitie van i kwadraat, of onze definitie van i eigenlijk, zegt i kwadraat is min 1. Dus wat gebeurt er? 40i kwadraat en i kwadraat is min 1 betekent dus dat die 40 wordt gewoon 40i kwadraat wordt min 40. Nou, vervolgens kun je die min 15 min 40 doen, dan krijg je dus min 55 min 38i. Dus je vermenigvuldigt twee complexe getallen met elkaar. Die. En je krijgt er een nieuw complex getal uit. Op zich niet heel gek. Dus net als met reële getallen. Nou, hoe ziet dat er nou uit als je dat op het complexe vlak tekent? Ja. Waarom wordt die min 38i? Omdat... Even kijken, die en die. Dus dit wordt 12i en dit wordt 50i. En als je 12 min 50 doet, moet dat min 38 zijn. Ja. Dus deze plusjes hier, dit moet een minnetje zijn. Dit moet ook een minnetje zijn en dit staat goed. Ik heb een foutje gemaakt. Dankjewel. Oké, hoe ziet zo'n vermenigvuldiging er nou uit? Op het complexe vlak. Nou, als dit je ene complexe getal is en dit je andere complexe getal. Als je ze vermenigvuldigt, dan krijg je een getal dat groter is, uiteraard. Dus de vector is langer, hè? En wat gebeurt er nou? Als je twee complexe getallen met elkaar vermenigvuldigt, dan is de hoek van de nieuwe vector in het complexe vlak... is de hoek van deze opgeteld bij de hoek van die. Dus je ziet hier, je hebt deze hoek en dan tel je die bij op, dan kom je hier uit. Dus als je nou die uitkomst daarvan, z maal w, nog een keer zou vermenigvuldigen met z, dan tel je gewoon weer die hoek van z erbij op. Nou, hetzelfde gebeurt als je een... Dus je hebt de imaginaire as... En de reële as. Als je nou een reëel getal hebt, dan is het imaginaire deel 0. Dus je hebt gewoon een getal dat op deze alleen maar op de reële as ligt.
Op het moment dat je dat vermenigvuldigt met een imaginair getal, bijvoorbeeld, dit is bijvoorbeeld 1 bij 0. Dus dit is eigenlijk 1 plus 0i. En je vermenigvuldigt het met 1 plus i. Nou, dan ga je dus 1 omhoog langs de imaginaire as. Dus dit is 1 plus i is 1 op de reële as en 1 op de imaginaire as. Is dus dit getal als je het op het complexe vlak weergeeft. Dan tel je dus, als je dit dus vermenigvuldigt met dat, dan kom je hier uit. Dat je, dit heeft geen hoek en je telt deze hoek erbij op. Dus je krijgt 1 keer 1 plus i. Nou, dat is dus 1 plus i. En als je hem dan nog een keer vermenigvuldigt met 1 plus i. Dus 1 plus i keer 1 plus i. Dan tel je nog een keer deze hoek erbij op. Kom je hieruit. Dan krijg je dus i. En als je dan nog een keer vermenigvuldigt met 1 plus i. Dan kom je hieruit. Dus als je blijft vermenigvuldigen met een complex getal, dan gaat je uitkomst roteren op het complexe vlak. En het reële deel daarvan, als je dat uit gaat zetten tegen de tijd, dan krijg je natuurlijk zoiets. Oké, dat is belangrijk voor straks. Ik maak dit nog even af. Nou, als je nou een stelsel hebt van differentiaalvergelijkingen, dat schrijven we even in matrixnotatie voor het gemak nu. En je hebt complexe eigenwaardes. Nou, omdat die eigenwaardes complex zijn, en omdat je je vectoren bepaalt uit je eigenwaardes, je eigen vectoren, worden je eigen vectoren dus ook complex. Dus je krijgt hier een complex getal. Nou, dan kun je die haakjes gewoon weglaten, hè? Want je telt een reëel getal bij een complex getal op. Dus je kunt gewoon de reële delen bij elkaar optellen. Dus je krijgt dat. Dat zou je eerste eigen vector worden. En die min b is een reëel getal, maar dat kun je dus schrijven als reëel gedeelte en 0 keer een complex gedeelte. En vervolgens kun je deze matrix, deze vector, pardon, splitsen. Dus je kunt zeggen, de eerste eigen vector heeft een reëel stuk en een complex stuk. Dus je splitst eigenlijk de vector in een reële vector en een complexe, een imaginaire vector. Nou, de algemene eigenvectoren worden dan een reëel gedeelte plus of min een imaginair gedeelte. Waarbij die alfa en die beta, dat zijn het reële deel en het imaginaire deel van je eigen, van je complexe eigenwaarde. Nou, dat klinkt allemaal een beetje abstract. Dus gaan we dat even doen voor het voorbeeld wat ik net liet zien. Dus we hadden dit systeem. Er kwamen deze eigenwaardes uit. En hier waren we mee opgeschreven vervolgens. Nou, hier kun je gewoon de haakjes weer weglaten. Dan krijg je dat en de reële delen kun je vervolgens bij elkaar optellen. Dus je krijgt dat. En die min 1 valt tegen die plus 1 weg. Dus hier heb je een, het reële gedeelte is 0. Plus of min 2i. Ofwel, als je deze vector vermenigvuldigt met een half, dan krijg je dus min 1 plus of min i. Dus je eigen vector, je eigen vectoren zijn min 1 plus i en min 1. Oh ja, wacht even. En min 1 min i. Maar die min 1 plus i, die kun je ook vermenigvuldigen met i. Dan wordt dit min 1 keer i wordt min i. En dit wordt i keer i is i kwadraat. En i kwadraat was min 1. Dus je krijgt min i bij min 1. Dat is dezelfde vector dus. Dit is dezelfde vector als dat. Is dezelfde vector als dat. En dat kun je weer vermenigvuldigen met min 1. Dus dit is de vector i bij 1. Het maakt niet uit natuurlijk welke van deze je gebruikt. Dit zijn allemaal dezelfde vectoren. Maar ik laat het even zien.
dat je niet denkt, als ik dit opschrijf, dat het iets anders is dan dit. Nou, het tweede wordt dus min 1 min i. Nou, dat kun je ook weer vermenigvuldigen met i. En die min i kwadraat wordt dus min keer min 1 is dus 1. En dit wordt min i, dus dit wordt i bij min 1. Dit doen we na de pauze. Ik wil graag weer beginnen. Goed. Nou. Zoals jullie net hebben gezien, het is vrij veel abstracte wiskunde zo op de vroege maandagmorgen. Maar wat hebben we nou eigenlijk net gedaan? Ik had dus een lineair systeem, hè? Dit ding. En die a'tjes, die b'tjes, die c'tjes en d'tjes waren zo dat daar op zich zinnige nulpunten uitkwamen, maar complexe eigenwaardes. Eigenwaardes met een imaginair deel, met negatieve wortels erin. Nou, dat levert complexe eigenvectoren op. Nou, een aantal van jullie hebben net in de pauze gevraagd. Dus dit waren de eigenvectoren. Een aantal van jullie hebben net gevraagd, waarom schrijf je dat om naar die? Nou, dat is niet echt een reden voor. De enige reden dat ik dat heb gedaan is om te laten zien dat deze eigenvector dezelfde is als deze. En dat dezelfde is als deze en dat dezelfde is als deze. Eigenvectoren kun je altijd op oneindig veel manieren schrijven. Dus het is gewoon even een voorbeeld om te laten zien dat dit echt hetzelfde is als dat. Nou, tot zover hebben we dus negatieve eigenwaardes en complexe eigenwaardes, complexe eigenvectoren. Op zich kunnen we gewoon een faseportret tekenen van dit ding. En we kunnen ook gewoon een vectorveld tekenen. Dus bijvoorbeeld punt 1,1 invullen. Dan krijgen we hier... min 1 plus 2, dus dit wordt positief voor de x-richting. Klopt dat? Doe ik het nou goed? Ja. En... ja, dat klopt wel. En deze wordt min 2, dus deze wordt negatief. Dus je gaat zo. En vervolgens kun je ze omklappen hier. Wordt dat. Hier ook. Hier klapt deze weer om. Hier klapt deze weer om. Dus je gaat die kant op. En hier kom je weer daar terecht. Maar wat betekent het nou? Wat betekent het nou voor het gedrag van het systeem dat we hier complexe eigenwaardes hebben? Nou, aangezien het een lineair systeem is, kunnen we daarvoor een oplossing opschrijven. Dus de algemene oplossing voor een lineair systeem, had ik vorige keer verteld... dat is dus C1 maal de x-component van de eerste eigenvector, maal e tot de macht, de eerste eigenwaarde, maal t. En hier hetzelfde voor de tweede eigenvector en eigenwaarde. En voor i hetzelfde, maar dan met de i-componenten van de eigenvector. Nou, als je dat in vector- en matrixnotaties opschrijft, krijg je dus dit in vectornotatie. Het tijdsverloop van x en het verloop van i in de tijd is dus... die constante keer de eerste eigenvector maal e, en dus de eerste eigenwaarde maal t, hetzelfde voor de tweede. Nou, als je eigenwaardes nou complex zijn, dan krijg je dit als oplossing. Dus dit is hetzelfde als wat daarboven staat, alleen je lambda is een complex getal, en hier met een
Dus plus of min dit imaginaire deel. En je eigen vectoren hebben een reëel gedeelte en i maal een complex gedeelte. Dus dit is de algemene oplossing voor een lineair systeem met complexe eigenwaardes. Wat betekent dat? Ik bedoel, hoe kunnen we in vredesnaam zeggen wat een e tot de macht iets imaginairs doet? Nou, het is een beetje gek om te werken met complexe getallen. De dingen die eigenlijk niet bestaan. Je kunt niet zeggen, ik heb i konijnen. Maar goed, het is op zich, als je erover na gaat denken, niet heel veel vreemder dan werken met negatieve getallen. Want je kunt ook niet zeggen, ik heb negatieve konijnen. En toch kun je een negatief saldo op je bankrekening hebben. Maar je kunt niet een negatief aantal bankbiljetten neerleggen of een negatief aantal euro's. Dus het zijn gewoon dingen waar je wel mee kunt rekenen, die ook een relatie hebben tot de werkelijkheid, maar niet in werkelijkheid voorkomen. Nou, die relatie tussen complexe getallen en dingen die we wel kennen, wordt gegeven door een tamelijk eigenaardige formule, de formule van Euler, die zegt, als je e tot de macht een complex getal hebt, dus i maal x, dan is dat hetzelfde als de cosinus van die x plus i maal de sinus van die x. Dus dat geeft een verband tussen complexe getallen en sinussen en cosinussen. Nou, die formule van Euler kunnen we gebruiken om dit te herschrijven. Dus we kunnen die e-macht nemen met een complex getal erin. Dus die. Die t kunnen we vermenigvuldigen met het reële en met het imaginaire gedeelte. Dus krijgen we alpha t maal i beta t. Plus of min i beta t. En dan kunnen we vervolgens de e-macht splitsen in twee e-machten. Eentje voor het reële gedeelte en eentje voor het imaginaire gedeelte. Nou, als je de regels voor... Ja? Ja, sorry, het is... Ik zal het licht ietsje... Zo beter? Als je de regels voor het werken met machten, dus dit soort dingen, het splitsen van een macht in twee dingen, niet meer weet. Achterin je reader, hoofdstuk 11, staat dat nog een keertje samengevat. Werken met machten, dingen als differentiëren en zo staan er ook nog een keertje uitgelegd. Dus de dingen die je vergeten bent, logaritmes, kun je daar in opzoeken. Machten, logaritmes, differentiëren. Nou, dit gedeelte is plus of min i maal iets. Die iets is dus die x hier, hè? Kunnen we dus schrijven als dit ding maal de cosinus van dat iets maal plus of min i maal de sinus van dat iets. En dat iets is dan beta maal t. Dus wat staat hier nou eigenlijk? Onze imaginaire e-macht is veranderd in een gewone cosinus en een imaginaire sinus. Of sinus maal een imaginair getal. Nou, als we dat weer invullen in die, dan krijgen we nogal lange vergelijking. Maar hier staat gewoon weer, dit is hetzelfde gebleven. Dit ding hebben we dit voor ingevuld. Dus dat is dit ding. En hier hetzelfde, maar met een minnetje. Nou, dit kunnen we nog ietsje korter schrijven door te zien, we hebben hier e tot de macht alpha t en hier ook, dus die kunnen we buiten haakjes halen. Dus dan krijg je dit. E maal alpha t en een hele reeks vectoren, sinussen en cosinussen.
en constantes. Nou, wat staat hier nou eigenlijk? Wat betekent dit voor het verloop van onze variabelen x en y in de tijd? Nou, die wordt dus bepaald door een exponentiële functie. En die wordt weer bepaald door het reële gedeelte van je eigenwaarde, alfa. En die exponentiële functie vermenigvuldig je met een reeks constantes en een cosinus. En nog een of andere complexe sinus. En hier nog een cosinus. Dus je vermenigvuldigt het verloop in de tijd. Is gewoon een exponentieel verloop. Exponentiële toename of exponentiële afname. Maal een optelsom van sinussen en cosinussen. En wat krijg je dan? Oscillatie. Dus je vermenigvuldigt gewoon je exponentiële toename of afname met sinussen en cosinussen. En je krijgt iets dat gaat... In plaats van dat het bijvoorbeeld exponentieel toeneemt, gaat het oscilleren. Ik teken het hier niet goed. We gaan het zo meteen wel zien hoe het... En de amplitude van die oscillaties, die neemt of toe of af. En dat hangt af... van die alfa. Dus als je reële gedeelte negatief is, dan zal je amplitude van je oscillaties afnemen. En als dit positief is, dan zal de amplitude toenemen. Dus je krijgt ofwel dit. Of je krijgt... Als je dat tekent in de faseruimte, dan krijg je een spiraal. Dus als je op een bepaald punt begint, nou, afhankelijk van of je reële deel van je eigen waarde positief of negatief is, zal je dus naar buiten spiralen of naar binnen spiralen. In dit geval hebben we een negatief gedeelte van onze eigen waardes. Negatief reëel gedeelte. Dus en je gaat die kant op, hè? Dus als je hier begint, ga je daarheen, ga je daarheen, ga je daarheen, en steeds verder kom je uiteindelijk hier uit. En dat is hier weergegeven. Voor de mensen die het niet lukte om dat van net over te schrijven op tijd. Het staat ook gewoon op internet, de slides. Dus je kunt het straks nog even opzoeken. In dit geval hebben we een evenwicht dat heet een stabiele spiraal. Dus het is een stabiel evenwicht. Maar je gaat er niet zo recht naartoe, maar je gaat er met een spiraal naartoe. Met een oscillerende beweging naartoe. Dus het maakt niet uit waar je begint. Je gaat... rondjes draaien. Je verloop van je variabelen over de tijd is een afnemende oscillatie, een gedempte oscillatie. Nou, hetzelfde kan dus. Als dit nou niet een minnetje is, maar een plusje. Dus je hebt een positief gedeelte. Dan wordt het dus een instabiele spiraal. Nou. Oh ja, je kunt hier trouwens niet goed aan het vectorveld zien of het ding stabiel of instabiel is. Je ziet dat die rondjes draait, als je de vectoren volgt. Maar je moet heel goed kijken om te kijken of het ding instabiel of stabiel is. Je kunt hier wel zien dat als je een stukje naar boven gaat vanuit het evenwicht, dat je terug gaat naar beneden. Als je naar beneden gaat, dan ga je terug naar boven. Als je naar rechts gaat, dan ga je terug naar links. En als je naar links gaat, ga je terug naar rechts. Dus het zou goed kunnen dat het ding stabiel is. Maar helemaal zeker weten doe je het. Niet totdat je die eigenwaardes hebt bepaald. Nou, als we onze vergelijking ietsje veranderen. Dus hier hadden we een min
en een plus en een min en een min. Maken we ervan een plus, een plus, een min en een plus. Je nulklinkers wisselen, of je wisselen van de min, de half wordt een min een half en de min 2 wordt een 2. Je eigenwaardes krijgen een positief reëel gedeelte. Je eigenvectoren veranderen volgens mij niet veel. Nee, die veranderen niet. En wat je hier krijgt is, je begint ergens en je gaat met een rondje naar oneindig. Slingeren. Dus je krijgt toenemende oscillaties. Aan het vectorveld zie je wel weer dat je draait. En als je kijkt vanuit je evenwicht ietsje naar rechts, dan blijf je naar rechts gaan. Ietsje naar links, blijf je naar links gaan. Dus je kunt ook wel, eigenlijk als je goed kijkt, wel zien dat het instabiel zal zijn. En dit noemen we een instabiele spiraal, dit evenwicht. Nou hebben we nog een speciaal geval. We hadden gezegd, als de eigenwaardes, als het reële gedeelte positief is, dan heb je dus een instabiele spiraal. En als het negatief is, dan heb je een stabiele spiraal. Nou, bij het omslagpunt tussen positief en negatief, dus als ze nul zijn, heb je eigenlijk niet aantrekking en ook niet. Dus je hebt niet dat hij naar oneindig gaat en je hebt ook niet dat hij naar nul gaat. Dus wat je krijgt, als je een reëel gedeelte hebt, is dat die macht e tot de macht alfa t. Als die alfa naar nul is, dus als je reëel gedeelte nul is, dan wordt dit hele ding, wordt e tot de macht nul, is dus gewoon 1. Dus als je reële gedeelte 0 is, krijg je dit. Nou, dit noemen ze een center point. Dus dit is een evenwicht dat eigenlijk niet aantrekt en ook niet afstoot. Dus het is niet stabiel, het is ook niet instabiel. Als je ergens begint, ga je gewoon rondjes draaien om het evenwicht. Dus je krijgt oscillaties en je blijft oscilleren. Nou, hier zijn de eigenwaardes, hebben, ik zie er een beetje naar uit, maar ze hebben in ieder geval, het reële gedeelte is 0. En de eigenvectoren zien er ook een beetje naar uit. Maar. Aan de pijlen kun je weer niet goed zien wat er gebeurt. Als je uit het evenwicht naar rechts gaat, dan ga je naar rechts. En hier naar links, dus het lijkt instabiel te zijn. Als je hier naar boven gaat, dan ga je naar onder. En hier ga je naar boven, dus dit lijkt stabiel te zijn. En uiteindelijk, als je kijkt wat er dan gebeurt, is het neutraal. Dus je draait rondjes. En dat komt omdat je eigenwaardes geen reëel gedeelte hebben. Oké, nou. Je kunt dus niet altijd goed aan die vectoren zien wat er gebeurt, hè? Dus deze situatie. Nou, we kunnen zien dat het waarschijnlijk roteert. Wat voor evenwicht zou dit kunnen zijn? Iemand enig idee? Stabiel, ja. En wat voor stabiel ding dan? Spiraal waarschijnlijk. Even kijken, als we hier naar boven gaan, dit ding helpt een klein beetje naar rechts. Als we hier naar boven gaan, dan gaan we weer terug. Als we hier naar rechts gaan, gaan we weer terug. Als we naar onder gaan, dan komen we hier terecht. Dan gaan we weer naar boven. En als we naar links gaan, dan gaan we weer terug. Dus het zal inderdaad stabiel zijn en dit lijkt rond te draaien. Nou, inderdaad, als je het uit gaat zoeken, dan heb je een stabiele spiraal hier. Dus hier kun je het nog net zien, maar het is niet makkelijk. Nou, deze. Suggesties. Dus als je hier naar boven gaat, dan ga je verder naar boven. Als je hier naar beneden gaat, ga je verder naar beneden. Als je naar rechts gaat, dan ga je terug naar links. En als je naar links gaat, dan ga je terug naar rechts. Dus hier is één kant op stabiel en de andere kant op instabiel.
In dit geval is het een instabiele spiraal. Maar het had ook een centerpoint kunnen zijn. Dan zijn centerpoints relatief zeldzaam, dus meestal is het gewoon een instabiele spiraal. En het laatste geval, nou, het lijkt erg op die, hè? Dus als je hier naar boven gaat, ga je weer terug naar beneden. Als je hier naar beneden gaat, kom je daar. Ga je terug naar boven, rechts, ga je terug naar links. Links ga je terug naar rechts, dus wat voor evenwicht is dit? Het lijkt erop als je de vectoren volgt dat je rondjes draait. Wat voor evenwicht is het dan? Het zou een stabiele spiraal inderdaad, zou je verwachten. Maar het is een stable node. Dus blijkbaar kan het ook zo zijn dat je wel roteert, maar niet een vol rondje maakt. En dan heb je gewoon een stabiele node. Dus het is blijkbaar, als je kijkt naar de nulclinus hier. Deze is hetzelfde. En deze, alleen de helling is anders. Dus kwalitatief zien ze er hetzelfde uit. Dus blijkbaar als je deze helling ietsje groter, als je deze ietsje roteert die kant op, dan moet er ergens een overgang zijn waarbij je spiraal overgaat in een stabiele node. Dus dat is een bifurcatie, de verandering van de eigenschappen van je evenwicht. Dat gaan we verder niet behandelen in deze cursus. Maar als je rotatie ziet en je ziet dat het stabiel is, hoeft het nog niet te betekenen dat het een stabiele spiraal is. Dat is belangrijk om je te realiseren. Dus, aan al deze vectorvelden kun je wel zien dat er iets roteert. Maar het hoeft niet eens een spiraal te zijn. Het kan ook een node zijn. Als je nou aan alle kanten teruggaat naar je evenwicht. Dus wat dat betekent is dat als x groot wordt, dat dan dxdt altijd kleiner wordt. En als y groter wordt, dan dydt altijd kleiner wordt. Dat betekent dat je een stabiel evenwicht hebt. Want dat betekent dat x en y niet uit de hand kunnen lopen. Als ze groot worden, worden ze weer klein. Alleen je weet niet wat voor type het is. Dus het kan een spiraal zijn, maar het kan ook een node zijn. Dus daarvoor moet je je eigen waardes bepalen. Als nou een van die richtingen weggaat van je evenwicht. Dus als bijvoorbeeld, als je x groot maakt, dan wordt de xdt wordt kleiner. Maar als je y groot maakt, wordt de ydt groter. Dan is dus een van de twee is stabiel en de andere is instabiel. Dan heb je een instabiel evenwicht. En in principe heb je dan meestal een instabiele noot of een instabiele spiraal. Dus, ja? Feedback is, het is een beetje onduidelijk hier. In dit geval, als je x groot wordt, dat het effect daarvan op je verandering in x is, als je negatieve feedback hebt, is dat je verandering in x negatief wordt op het moment dat je x groot wordt. En als je positieve feedback hebt, dan wordt je verandering in x groter op het moment dat je x groot wordt. Als je dus iets roterend ziet en een van de twee kanten gaat richting het evenwicht en de andere er vandaan, heb je in principe een instabiele spiraal. Hoewel we net hadden gezien dat je ook een centerpoint kunt hebben. Even een overzichtje van wat we tot nu toe hebben gezien. In twee dimensies is een evenwicht dus. Nou, een evenwicht bestaat alleen maar op waardes voor de variabelen waarbij allebei de veranderingen van de variabelen nul zijn. Hè? En hij is alleen stabiel als vanuit alle richtingen je naar het evenwicht toe gaat. Dus in één richting van het evenwicht weggaat, dan is het een instabiel evenwicht. Nou, welke stabiele evenwichten hebben we? We hebben de stable node.
Dat krijg je als je eigenwaarden echt zijn, dus niet complex, en negatief. Dus als je eigenwaarden allebei negatief zijn en ze zijn niet complex, dan heb je een stable node. Als ze wel complex zijn, maar het reële gedeelte is negatief, dan heb je een stabiele spiraal. Nou, dan heb je nog de instabiele evenwichten. Dus als je echte eigenwaarden hebt, maar ze zijn positief allebei, dan heb je een unstable node, dus een instabiel punt. Naar alle richtingen ga je naar buiten toe. Als je ene eigenwaarde negatief is en je ander positief, dus dat je van één kant naar je evenwicht toe gaat en de andere kant ervan weggaat, dan is dat een instabiel evenwicht. En dat noemen we dan een saddle node of een saddle. Dus voor een stabiel evenwicht moeten allebei je eigenwaardes negatief zijn, hè? En als je eigenwaardes complex zijn en het reële gedeelte is positief, dan heb je een instabiele spiraal. Nou, dan is er nog het speciale geval van de center point. Daar is je reële gedeelte 0, dus je hebt complexe eigenwaardes. Je reële gedeelte is 0. Dan ga je niet naar het evenwicht toe en je gaat er ook niet vanaf. Dan heb je een neutrale stabiliteit. Dus in totaal 6 verschillende soorten evenwichten in 2 dimensies. Nou, daar is er nog eentje, die krijgen jullie in hoofdstuk 8. En dit hebben we dus nu gezien voor lineaire systemen. Het vervelende is, dus lineaire systemen kun je een matrix opstellen van die waardes. En dan kun je je eigenwaardes berekenen aan de hand hiervan. Als je nou een niet-lineair systeem hebt, kun je ook niet zo'n matrix opstellen. Dus dan kun je ook geen eigenwaardes bepalen. Dus dan wordt het wat lastiger om te doen wat we net hebben gedaan. Om te bepalen of een evenwicht, wat voor soort evenwicht je hebt. De evenwichten zijn in principe hetzelfde. Dus deze typen die heb je ook bij niet-lineaire systemen. Nou, vrijdag ga ik vertellen hoe je ze dan bepaalt. En ik kan alvast verklappen wat we doen. Is voor een niet-lineaire systeem is dat we in het evenwicht maken we er gewoon een lineair systeem van. Dus we gaan het benaderen in een evenwicht met een lineair systeem. Dus we maken er zo'n soort vergelijking van. En in ieder evenwicht kun je dan eigenwaardes bepalen. En aan de hand daarvan kun je bepalen wat voor soort evenwicht het is. Oké. Nou, woensdag krijgen jullie van Rob meer te horen over predator-prooi systemen. Dus daar gaan jullie bij theoretische biologie met tweedimensionale systemen werken. En vrijdag is er na wiskunde is er een computerpracticum. En dan moet je allebei de readers meenemen. Dus let daar even op. Het is in zoverre verplicht dat het meetelt voor de bonuspunt. Je hoeft het niet per se vrijdag te doen. Alleen de programma wat we gebruiken, dat staat hier op de computers geïnstalleerd. Dus die moet je eigenlijk wel hier doen. Ik zal nog eventjes op de website zetten wat de opgaven zijn. Ja? Je hoeft er geen verslag over te schrijven, maar je moet wel de antwoorden laten zien aan je assistent. Oké.